Oké, okay, uh, in deze twee, deel 2 van de video, uh, hoe maak ik de opdracht water? Werken we gewoon verder met het bestand waar dat we vorige keer mee geëindigd zijn. Hè. Dus we zijn, hebben in Word het document water gemaakt en we waren gekomen tot het ontwerp van de titelpagina met een titel en met een afbeelding die werd ingevoegd. De volgende stap van de oefening, van het stappenplan. Voer de spellingscontrole en correctie uit. Oké, okay, we zetten ons gewoon in het document. De spellingscontrole kunnen we activeren door hier op het tabblad controleren te klikken. Controleren. En hier zien we spelling en grammatica, de controle. Het is wel belangrijk dat je op voorhand de juiste taal kiest. Die kan je hier kiezen. Taal. Welke taal? Controle taal. Uiteraard Nederlands. We kunnen eventueel Nederlands-België kiezen. We klikken op OK en dan is de juiste taal voor de correcties ingesteld. Vervolgens duwen we op de editor en hij gaat kijken en vindt negen spellingsfouten en twee grammaticafouten. Als we nu hier in klikken spelling, dan zien we gaat hem naar het eerste woordje dat hem fout vindt. En inderdaad, ons lichaam bestaat voor gemiddeld 70% uit water, voor veel te veel o's. Hij stelt voor om deze voor te gebruiken. Ik ben mee akkoord, je klikt daarop en hij heeft dat automatisch gecorrigeerd. Hier staat nu voor, juist. Water, dat daar rood aan, wat stelt hij voor? Water moet het uiteraard zijn, we kiezen water. Organen. Dat meervoud is niet juist. Dit is het correcte. We vervangen het. Aangevuld. Aangevuld met een T is niet correct. Het moet aangevuld zijn met een DE. Dat is het voltooideelwoord, deelwoord. We kiezen aangevuld. Ons afweersysteem. Ons. Nee, het moet ons met een S zijn. Identiek en nog eens identiek dan gaat hij terug vooraan gelicentieerd gaan we negeren want dat is niet zo eenmaal negeren en hier vindt hij nog eens ons foutje ons hij vindt aan al de spellingsfouten zijn gecorrigeerd hij heeft nog twee grammatica fouten gezien was water is vooral belangrijk. Bevoorrading. Dat is volgens mij niet juist. We gaan dat negeren. En hier, dat kunnen we doen. U bent klaar met het bekijken van de suggesties van de editor. Oké. Okay. Editor scoren, Heeft u nog ergens fouten? Ik denk het niet. Ah, 100% nu. Het is volledig gecorrigeerd. Oké, okay, kunnen we afvinken deze opdracht? Spellingscontrole is eruit. De basis is slauw. Vervang het woord persoon door mens. Vervangen. Dan gaan we terug naar het tabblad Start. En we hebben hier Bewerken. Je klikt op Bewerken. Je kan een woord zoeken. Je kan een woord zoeken en vervangen. Je kan een woord selecteren. We kiezen vervangen. En welk woord moeten we zoeken? We zoeken naar het woord persoon. En we vervangen dat door het woord mens. Mens. En we gaan dat zoeken. Hè? Ah, persoon. Oké, okay, vervangen. Hier vindt hem nog eens persoon. Vervangen. Hij heeft alles, alle personen gevonden. Dus we sluiten het. Kunnen we afvinken? Plaats voor alle procenttekens een vaste spatie. Doe dat in één handeling. Inderdaad, als we hier gaan kijken, dat plakt ze nog wel dicht tegen elkaar. We moeten daar een spatie voor zetten. Maar we gaan dat niet vijf of zeven keren na elkaar doen. We doen dat in één maal. We kiezen. Nee, dat hoeft niet. We gaan terug bij bewerken. En we gaan vervangen. Wat vervangen we? We vervangen het teken procent. Procent gaan we vervangen door. Procent met een vaste spatie. Een vaste spatie. Dat is niet enkel de spatiebalk indrukken. Maar dat is Ctrl-Shift. Tegelijkertijd indrukken, plus de spatiebalk. Oké, okay, dat is gebeurd. En dan de, het procentteken Vervangen. We kiezen ineens alles vervangen. Hij heeft dat zeven keer vervangen. En we gaan eens kijken. We doen die terug dicht. Inderdaad, nu staat hier overal een spatie. En is het een vaste spatie? We gaan dat checken. We kiezen op. Een vaste spatie was inderdaad konden we herkennen aan het tekentje aan dit nulletje ertussen. Nee, normaal een spatie, een gewone spatie is een puntje. Als je dit ziet, is het een vaste spatie. Dus het klopt. Oké, okay, we gaan terug. Ongeveer de grootte waar we bezig waren is gebeurd. Benadruk in de volledige tekst het woord water door het in donkerblauw te plaatsen. Ah, gaan we op dezelfde manier doen. Bewerken. We gaan een woord vervangen. Welk woord gaan we vervangen? We vervangen water. En we vervangen water door het woord water. Je zou zeggen dat is hetzelfde. Maar we kiezen op meer. Opmaak, want het woord water moet in het donkerblauw staan. Blauw. Dit is donkerblauw. Oké. Okay. Dus dat is oké. Okay. En we vervangen meteen alles. 18 woorden vervangen. We doen dit dicht. En we gaan eens kijken. Ah, water is hier in het blauw. En voor de rest zal het vooraan zijn, zeker. Water, water, water. Hier zien we dat is overal in blauw. Oké. Okay. Wat moest gebeuren? Kunnen we afvinken? Het woord vorst op het einde van de tekst is fout. Doorstreep het woord en type erachter in het rood het woord dorst. We weten inderdaad, hè, achteraan, vorst is fout. We gaan erin staan, tweemaal klikken, dan kiezen we een woord. En we gaan het lettertype veranderen. We gaan het doorhalen. Inderdaad, een streepje erop en dat is gebeurd. We typen het woord dorst. En dubbel klikken: dorst moest in het rood komen staan. Een rood. Oké. Okay. Wat uh, we moesten doen. Het is altijd handig om af en toe je progressie of de dingen die je hebt veranderd te 7. Moest er plots je computer uitvallen, dan heb je je aanpassingen nog altijd bewaard. Dus dat is gebeurd. Alle alinea's krijgen een alineaafstand voor en na van 6 punten en een regelafstand van 1,5. Oké, okay, we gaan hier vooraan, Alinea, dit is een Alinea. We gaan erin staan. We kiezen Alinea. En wat moet er gebeuren? Voor 6 punt. En na ook 6 punt. En de regelafstand, dat kan je hier aanpassen. Anderhalf. Oké, okay. dit is aangepast. Dat is de eerste Alinea. Je zult wel kijken. De tweede alinea. Nog een alinea. Nog een alinea. We doen het terug. Dus we passen dat toe op alle alinea's. Ik kan in deze alinea gaan staan. We doen dan dezelfde handeling. 6, 6. Anderhalf. Oké. Okay. Dat is gebeurd. Er is een makkelijkere manier. Je staat. In deze Alinea, en we gaan eigenlijk de opmaak van die Alinea kopiëren en plakken naar andere Alinea's. Dat kan je doen met deze verfborstel: de opmaak kopiëren en plakken. Je klikt hierop en dan, oh, we doen het ineens voor heel deze tekst, heeft hij dat aangepast. Je gaat terug in die alinea staan, je plakt, nee, je kopieert het en we gaan het over deze twee alinea's plakken. Oké, okay, is gebeurd. Ik ga hier staan, we kopiëren met verfborstel en we, kopiëren het, we plakken het sorry, naar de laatste alinea. Oké. Okay. Is gebeurd, kunnen we afvinken. Alle titels krijgen een alinea-afstand voor en na van 12, punt. Oké, okay, titel. We gaan naar de alinea. En we moeten ervan maken 12. Voor en na 12. Oké. Okay. Het gebeurt. We kiezen. We, staan in die, we kopiëren de opmaak. En we plakken de opmaak op deze titel. Oké. Okay. Het is gebeurt. We zetten ons in deze titel. We kopiëren de opmaak. En we plakken de opmaak naar deze titel. Kunnen we afvinken? De titels springen 1 centimeter uit in de linkermarge. Oké. Okay. We gaan in de titel staan. We kiezen terug Alinea. En hier hebben we inspringen of uitspringen. Links-rechts, dat wil zeggen aan de, rechterkant van, eh, aan, de link, sorry, aan de linkerkant van de pagina. Rechts is aan de rechterkant van de pagina. Inspringen, dan schuift het op naar, naar rechts. Uitspringen, dan schuift het eigenlijk wat op naar links. Dus. Als het naar links moet opschuiven, min 1 cm. En hier kan je zien wat er gebeurt. Oké. Okay. Alright. Dit moesten we doen. We kopiëren die opmaak naar de volgende titel. Oké. Okay. We kopiëren deze opmaak naar de laatste titel. Oké. Okay. Is gebeurd, kunnen we afvinken. De eerste alinea van elke pagina springt 1 cm in. Dus wat moeten we doen? Elke pagina, oké, okay, de eerste alinea, we gaan in alinea staan. En we moeten die 1 cm laten inspringen. Dan kiezen we 1 cm. En je ziet, schuift op. Heel die alinea schuift 1 centimeter op. Oké. Okay. We kunnen voor, voor deze alinea doen we hetzelfde. 1 centimeter inspringen. Oké. Okay. Of we kopiëren het, de opmaak van die alinea en we kleven de... Op de eerste alinea van de laatste tekst. Oké. Okay. Kunnen we afvinken? Kunnen we doen? Is gebeurd. Zorg voor een koptekst met daarin gecentreerd het woord water. Onder de koptekst komt een dubbele lijn. En water staat in Areal 10. cursief. Koptekst maken we dat Als we bovenaan de pagina gaan staan, en we dubbelklikken daarin. Zie je, gaat er koptekst open. En onderaan de pagina voettekst. Koptekst is een tekst die je bovenaan de pagina zit. Uh, voettekst is een tekst die je onderaan de pagina zit. Bovenaan wordt er gevraagd dat we uh, water schrijven. Ik tik water. Oké. Okay. Het moest in het lettertype areal en cursief oké okay. en bovendien gecentreerd in de pagina kunnen we hier doen oké okay, dus dat is de koptekst ik kan hier kijken, koptekst oké okay, en voor te bewaren of te sluiten kan je ook hier op duwen koptekst sluiten Voeg uh, in de voettekst een afbeelding van een waterdruppel toe. Behoud de originele afmetingen en de voettekst moet bovendien op 0,3 cm van de onderhand van je blad komen staan. Dus een voettekst onderaan de pagina, dubbelklikken, krijg je voettekst. Uh, voettekst, we gaan. Een Afbeelding invoegen online. Kies ik. Ik schrijf waterdruppel. Enter. Vindt hij dat, dat? Eens kijken. Inderdaad. Ah. We kunnen eventueel. Laten we deze waterdruppel nemen. Invoegen. Oké. Okay. Even gedaan. Koptekst, voettekst, want we worden nog gevraagd. We moeten de afbeelding, het formaat blijven behouden. De voettekst moet op 3, 0,3 cm van de onderkant van je blad komen te staan. Dat kan je hier bedienen. Als je hier gaat staan, voettekstpositie van onderaf. En dan mag je wat kleinen. Je staat rekenen op 0,03 mag dat beginnen. En we, we klikken hierop, dan wordt dat bewaard. Dus nu staat er op elke pagina een druppel. Oké. Okay. Maar hier ook op de eerste pagina die nu een volledig foute layout krijgt. Er wordt ook gevraagd: de kop en voettekst mogen niet zichtbaar zijn op de titelpagina. Dus, als we het eerst terugklikken, we zitten in kop en voettekst. Als we hier aanvinken, eerste pagina afwijkend, dan zal hij daar geen kop en voettekst zetten. Oké, okay. we bewaren het terug. En. Inderdaad, op de titelpagina geen kop en voettekst en de layout is terug euh, zoals het hoort. Op de andere pagina's zie je elke keer de druppel die in de voettekst dienen te staan. Oké, okay. sla het resultaat op als water en voornaam. Opslaan weten we nog hoe dat werkt. We gaan naar bestand. Opslaan als en ik noem het inderdaad water. Johan dat is mijn voornaam. Ik, en ik ga het bewaren in uh, op mijn bureaublad. Opslaan. Opgeslagen. Is dat voldoende? Nee. Ik vraag je ook nog: sla het document ook op als een PDF-bestand. Hoe doen we dat? We gaan terug hier in Word. We kiezen Opslaan als en we gaan het niet als een Word-document bewaren. Dat kan je hier kiezen. We bewaren het als een PDF. En we gaan het ook op het bureaublad opslaan. Jullie bewaren het uiteraard in jullie SNO-map binnen de OneDrive. Opslaan. Kijk, en het doet meteen uh, de PDF open. Ons document gaat er zo uitzien. Mooi documentje. Oké. Okay. Dus jullie hebben de volledige oefening gemaakt. Wat moeten jullie dan nog wel doen? Je bewaart deze ook nog eens extra, zodat je zeker je aanpassingen niet kwijtraakt. En je zendt het Word-document en het PDF-bestand naar de uploadzone. Veel succes met het beëindigen van deze opdracht.